Exact een jaar geleden zou Tienercentrum Max of Stichting Max de laatste kans krijgen, het laatste jaar zijn, dat er subsidie verstrekt zou worden. Vanaf 1 januari 2014 moesten ze op eigen benen staan. Wat is nu de situatie? Nou, kijk, ik had de kans als nieuwe wethouder in de mooie nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn om nog eens even goed naar het dossier Max te kijken. Ik dacht, laat ik vooral eerst ook zelf even gaan kijken en spreken met degenen die erover gaan. Dat gesprek is gisteren geweest. Ik heb ook gekeken naar de accommodatie. Ik ben eigenlijk best wel onder de indruk wat er door vrijwilligers wordt gerealiseerd. En tegelijkertijd is het probleem, Max, zoals ik het in ieder geval geduid heb, ook een struggle for life de afgelopen jaren. Kijk, wat ik vind is dat we nu met andere ogen ook moeten kijken naar Max als het gaat om jeugd- en jongerenwerk in de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. Welke specifieke doelgroepen worden er nu daar ontvangen, kunnen daar hun vrije tijd doorbrengen? En wat betekent dat dan voor zeg maar, de positie van de gemeente Alphen aan den Rijn in relatie tot Max? Want elk jaar met elkaar in discussie gaan dat de exploitatie niet rondgekomen is. Of dat het alleen maar rond kan komen door laten we zeggen, andere feesten te organiseren. Of om langjarige constructies rondom niet gebruik van het pand af te sluiten. Dat is volgens mij niet de weg die we moeten opgaan. Dat leidt op enig moment toch weer tot nieuwe verzoeken, tot andere problemen. En ik denk dat ik Stichting Max wel aan mijn zijde heb kunnen vinden door nog eens met elkaar na te denken over hun positie in relatie tot het jongerenwerk, jongerenbeleid in de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. En wat we daardoor met elkaar voor moeten doen. Het heeft ook te maken met het coalitieakkoord en nadenken over hoe geven wij het coalitieakkoord vorm in onze nieuwe gemeente. Het is ook het organiseren van samenspraak, waar wij fors werk van gaan maken. Beginspraak, zoals we dat noemen. Om te kijken van, denk eens mee over die veranderende rol van de overheid. Wij noemen dat faciliterend, ondersteunend, begeleidend. Anders dan te zeggen, wij willen dit graag organiseren. Maar gemeente, wilt u dat elk jaar mede financieren met dit bedrag? En houdt u er rekening mee dat we dit soort festiviteiten moeten organiseren om de exploitatie van dit deel van het jongerenwerk rond te krijgen? Dat is een beetje erachteraan blijven lopen. Ze moeten aan de voorkant proberen te komen. Zullen we het eens even over de inhoud hebben. Die passend maken binnen de opvattingen van de gemeente. Passend binnen de nieuwe gemeente. Want er zijn natuurlijk ook andere jongere ontmoetingsplekken die we hebben. Denk aan de tunnel in de kern Boskoop. Waar we eens anders naar moeten gaan kijken, denk ik. Maar goed, dat is iets voor de lange termijn. Dat is niet vandaag of morgen gerealiseerd. Wat gebeurt er nu vanaf dit moment? Want de geldkraan dichtdraaien en zeggen van nou ja, we gaan het kijken hoe we dat in de toekomst doen. Dat betekent gewoon nu het einde van Max. Ja, dat wil ik natuurlijk niet. Want je kunt niet met een partij om tafel gaan zitten waar je geen overeenkomst mee hebt. Dus het college heeft vanochtend op mijn voorstel ingestemd met een voorstel tot het sluiten van een overeenkomst voor 1 jaar. En daarmee, laten we zeggen, ook een garantie te geven voor de activiteiten van Max 2014. Maar dit jaar moet wel het jaar worden waarin wij helderheid hebben over de toekomst van Max. Dus dat betekent dat Max in 2014 nog subsidie krijgt? Die kant gaat het op. En dan de toekomst. U zegt eigenlijk paracommerciële activiteiten en jongeren, dat hoort eigenlijk niet samen te gaan. Dat zou eigenlijk los moeten zien. Betekent dat dan eigenlijk dat de gemeente Alphen gaat zeggen van nou, we moeten gewoon kijken wat er nodig is, hoeveel geld er nodig is om de jongerenvoorziening in stand te houden. En afhankelijk van welk bedrag daaraan vastkleeft, op basis daarvan gaan we bekijken hoe we het aan gaan pakken. En eigenlijk die paracommerciële activiteiten, want een van de tegemoetkomingen, compensaties voor Max over 2013 was het verhuren van een locatie om daarmee extra inkomsten te genereren, dat zou je eigenlijk los moeten laten vallen. Ja, het is zo gegroeid, denk ik. Hè? Dus op een gegeven moment ontstaan er exploitatietekorten. En hoe kun je die nou voorkomen? Hè? Dus dat is misschien afwijken van de oorspronkelijke doelgroep, 12, 18 jaar, denk ik dan. En er gaat dus iets omheen gebeuren. En daar moeten we goed met elkaar over nadenken of we dat willen in het kader van, laten we zeggen, de aanscherping van de horecawetgeving, drank- en horecawetgeving. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel beleid gemaakt. En dat willen we ook heel goed op sturen als het gaat om preventie, hè, alcoholgebruik tegengaan, voorkomen tot 18 jaar. Ja, dan moet je natuurlijk daar met elkaar wel helderheid over hebben dat als je aan de ene kant jeugdbeleid wil, op de manier waarop Max het bijvoorbeeld zou kunnen vormgeven, ja, dan moet je dat niet verbinden aan, laten we zeggen, andere wat risicovollere takken van sport.
Nee, oké, maar dit geldt dus voor Max, dit geldt voor de tunnel, de stek, plein. Er zijn meerdere organisaties waar het hier om gaat. Hebben zo'n soort organisaties bestaansrecht in uw ogen? Hoe zeker is hun toekomst? Nou, ik denk dat daar een bestaansrecht is. Dat blijkt ook wel uit de belangstelling waar Max een melding van maakt. Dat blijkt ook uit de vrijwilligers die zich daarvoor willen inspannen. De bijeenkomst die ik gisteren had, zijn 3 vrijwilligers. Dus daar mag je wel een zeker bestaansrecht uit afleiden. We moeten ook altijd oppassen. Ik loop er ook wat langer mee in het bestuurlijk wereldje, dat het niet het dingetje wordt van een club vrijwilligers. Hè. Dat is ook weer een andere kant. Dus het moet een breder doel treffen. En over dat doel en de doelgroep en de effecten daarvan, daar wil ik nog heel graag ook met Max over in gesprek gaan.